Dit is een bespreking van Aeneas 1, regel 242 tot 253. Aan het woord is nog steeds Venus tegen Jupiter. Venus heeft Jupiter zojuist gevraagd wanneer er toch een einde komt aan de ellende van Aeneas en de Trojanen. In de komende tekst gebruikt ze de Trojaan Antenor als voorbeeld. Antenor is dus een Trojaan die net als Aeneas gevlucht is uit Troje na de inname van Troje door de Grieken. En hij, zegt Venus, heeft al een stad in Italië gesticht, namelijk Patavium. Dat is het huidige Padua, zie je het kaartje in beeld. Waarom, vraagt Venus, kan Aeneas dat dan niet? Even een waarschuwing vooraf. Deze pagina is gemaakt met artificial intelligence. En je kunt duidelijk zien dat die intelligentie kunstmatig is aan de Nederlandse vertaling. Hij vertaalt er geen Nederlandse zinnen. Zolang Alfeios offline is, doen we het er maar mee. Antenor heb ik net genoemd, zegt Venus. Die kon. Daarbij het werkwoord penetrar, die kon doordringen. En dan sla ik een PPP over, namelijk elapsus, ontsnapt. En dan midden uit de Grieken, dat is een hyperbaton. Dus Antenor kon, nadat hij midden uit de Grieken ontsnapt was, kon die doordringen in de Illyricos sinus, in de Illyrische golven, staat er letterlijk. Dat is de Adriatische Zee. Ik heb hier net een kaartje laten zien. En atque, intima, regna hoort bij elkaar. Tot in het binnenste rijk kon die doordringen. Dat kon die tutus, dat kon die veilig. Hij kon doordringen tot het binnenste rijk van de Liburniërs. Dat is een stam die daar al woonde. En hij kon nog steeds, dat superaar hangt nog steeds af van potuit. Hij kon overwinnen, hij kon passeren de bron. Het begin van de rivier de Timavus. Dus hij kon verder doordringen in het land dan waar die rivier de Timavus ontspringt. Waaruit? Van waar? Door monden 9, waar draait dat natuurlijk om. Die Timavus die ontspringt kennelijk uit 9 monden. Ora, dat is het meervoud van os, mond. Vanwaar die rivier door 9 monden met geruis, met lawaai, met murmur, daarbij vasto, met geweldig lawaai van de berg. Daar komt die de zee, die gaat, it. En hier kan AI kennelijk niks mee. Proruptum is letterlijk vooruit gebroken. Dus vanwaar, ik begin, onderwerp is mare, vanwaar de zee, een zee, hè, dus die rivier is de bedoeling, vanwaar een enorme hoeveelheid water, dat is bedoeld met zee, gaat vooruitgebroken door 9 monden met een enorm lawaai van de berg en even kijken, die zee van water, maar is nog steeds onderwerp, die drukt letterlijk, die overspoelt de akkers, de velden, pelago met een vloedgolf en sonans betekent bruisend, met een lawaaimakende pelagus, met een lawaaimakende bruisende vloedgolf. Hè, die Timavus ontspringt dus uit 9 monden. Hier zie je overigens duidelijk de poeta Doctus aan het werk. Virgilius kent deze omgeving, hij is er niet al te ver vandaan geboren. Hic, hier. Hij, dat is dus Antenor, die toch hier plaatste, locavit, de stad van Patavium, staat er letterlijk. De stad Padua stichtte hij hier en een woonplaatsen eigenlijk stichtte hij van de Teucri, een van de woorden die Virgilius gebruikt voor Trojanen. Dus hij toch, in tegenstelling bedoelt Venus met Aeneas, stichtte, locavit, hic, hier,
de stad van Patavium en daarmee woonplaatsen van de Trojanen. En dedit, hij gaf een naam aan dat volk. Ja, dus die Trojanen die gevlucht waren, krijgen daar een nieuwe naam. En de wapens, de arma, fixit, die bevestigde hij, onderwerp nog steeds Antenor, de Trojaanse wapens bevestigde hij. En dat wil zeggen dat hij de Trojaanse wapens ophangt aan een tempel als een soort wijgeschenk om zeg maar die plaats in bezit te nemen. En nu rust hij, quiescit, compostus, gevestigd, dus met een stad, placida pace in hyperbaton, in kalme vrede. Maar wij, het asyndeton is hier heel erg opvallend, hè, dus wij, dat zijn Venus en Aeneas natuurlijk, worden heel duidelijk in tegenstelling gezet met Antenor en zijn Trojanen. Maar wij, tua progenies nota bene, uw nageslacht, aan wie jij toestaat, ad noere, noere betekent eigenlijk knikken, dus ja knikken. En ad noere is dan toeknikken. Dus Jupiter die heeft Aeneas al toegestaan om de Olympus, de hemel, te betreden als God. Dus, maar wij, jouw eigen nageslacht, aan wie jij toeknikt, de burcht van de hemel. Navibus amissis is een ablativus absolutus, met de schepen verloren zijnde, na het verlies van onze schepen. O schande, infandum, hè, dat is een soort uitroep daartussendoor en dat hoort bij die navibus amissis. Nadat wij, o schande, onze schepen verloren hebben, unius van één vanwege de woede, dat unius, die genitivus, die hoort bij Iram, dus vanwege de woede van één persoon, daarmee wordt uiteraard Juno bedoeld, maar Venus is tactisch genoeg om die naam niet bij Jupiter, de echtgenoot van Juno, te noemen. Wij, daar waren we net begonnen, bij Noos, het persoonsvorm die daarbij hoort is Prodimur, wij worden verraden vanwege dus de woede van één persoon. En, disjungimur, wij worden gescheiden, longe, ver, Italis, Oris, weer een hyperbaton, van de Italische kusten. Is dit dan, hè, Venus eindigt met een retorische vraag die door de AI gewoon gemist wordt, is dit dan de eer, de beloning van trouw, van pietas, van vroomheid? Wij hebben jou, Jupiter, altijd geëerd. Beloon je ons nou zo? Is zo... zo, reponis, ook hier hoort een vraagteken achter, herstelt u op deze manier, dus door ons te verraden, ons in sceptra, in onze koninklijke waardigheid. Dit is een metonymia, sceptrum staat, dat is een koningsstaf en staat hier voor de koninklijke waardigheid. Dus herstelt u ons zo, zet u ons zo terug, ons in sceptra, naar onze koningsstaven, staat er letterlijk.